Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, zoals jullie in de titel hebben gezien, een nieuwe soort van serie. Ik heb geen idee of jullie dit leuk vinden, maar ooit op een ander kanaal hebben we dit ook gedaan. Mark, om precies te zijn. Keidaan! En daarna heb ik het ook een paar afleveringen gedaan. Maar in ieder geval, Mark, shoutout naar jou. Abonneer trouwens op Epic Gameplays, het kanaal van Mark en mij samen. Waar nog niks op geplaatst is qua content. Maar goed, maakt niet uit. Die serie heette namelijk Random Games. En zoals je ziet aan de titel zal het vast ook wel zoiets zijn. Ik heb nog geen idee hoe ik het ga noemen, maar in ieder geval. Wat die serie inhield was, we speelden allemaal random spelletjes van de App Store op onze telefoon trouwens. Kijk eens wat een mooie hoesje trouwens. Heel mooi, inderdaad. Maar dan speelden we dus allemaal random spelletjes van de App Store. En als eerste, deze eerste aflevering gaan we spelen. Kaasje. Inderdaad. Het is, als je geen idee hebt wat kaasje is, ten eerste schaam je. Ten tweede, dat is een spelletje van Koen, DNPNL. En hij heeft dus in een video iemand betaald om een spel te maken. En dat is dus kaasje geworden. Als je niet weet waar kaasje vandaan komt, uiteraard is dat van Aten Mos. En dan is het kaasje. Wat een legend. Die zit ook in het spel. Ik heb hem nog niet. Die gast is namelijk 50.000 kaasjes. En ik kan je vertellen, je komt niet zo heel snel aan kaasjes. Dus in ieder geval, we gaan spelen. En ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vinden om te kijken. Want ja, het is een spelletje voor op je telefoon. Wat eigenlijk heel eenzijdig is. Het is gewoon de hele tijd dit. Waarschijnlijk gaan deze video's ook niet heel lang duren of zo. Laten we in ieder geval als doel de 1000 kaasjes behalen. Want 1000 kaasjes, ja, dat is gewoon echt heel erg lekker. Of zoals onze vriend Koen dat zou zeggen, dat is gewoon ontzettend huts. Koen, trouwens, als je deze video ziet. Hoi, waarschijnlijk niet, maar het zou grappig zijn. Laat een comment achter als je dit ziet. Comment kaas bijvoorbeeld. Ja, als je gewoon comment kaas of zo. We hebben al gewoon 200 kaasjes, mensen. Ongelooflijk. Nu lijkt het gewoon alsof dit spel gewoon kaasje is. Maar ik kan je vertellen, het is soms best wel lastig. En vooral omdat er een glitch in het spel zit, waardoor je soms niet kan springen. Tot nu toe heb ik hem nog niet gehad. Tijdens deze opnames dan. Buiten opnames heel vaak. Dus Koen, fix het alsjeblieft. Zou heel top zijn. Of nou ja, Koen. Die ene gozer die het spel heeft gemaakt. Je kan dit spel trouwens nu ook downloaden via de App Store van Apple. Eerst was het alleen op de Google Play Store, maar nu dus ook op de App Store. En, oh, dat was niet slim. Waarom sprong ik daar? En dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. We gaan natuurlijk ook wat verschillende poppetjes uitproberen. Oh, oh, oh. Dikke vette huts. Oh. Die parachutes zijn grappig. Als je een parachute oppakt, dan hoor je namelijk een geluidje. En dat is per personage anders. Dus bijvoorbeeld Koen, die zegt nu dikke vette huts. Nou ja, we gaan zometeen nog wel meer personages uitproberen. En dan maar hopen dat we nog parachute krijgen. En dan kan je dus ook nog verschillende geluidjes horen. Nou, we hebben alweer bijna 100. 100 kaasjes. Het record op de Google Play Store ligt echt hoog. Volgens mij echt, hoeveel zou dat er zijn? 30.000 of zo. U weet zijn het er al wel meer. We gaan zo meteen wel even kijken bij de rankings. En even kijken waar ik in de rankings sta. Want volgens mij mijn record is 1088. Zoiets. Dus als we in deze video mijn record kunnen verbreken. Nou, dat zou echt geweldig zijn natuurlijk. Als jullie trouwens nog een ander spel weten die ik moet gaan spelen in deze serie. Laat het dan weten. Want ik raak soms ook uit ideeën natuurlijk. Soms, nou ja, ik heb vrij weinig ideeën voor video's meestal. Daarom speel ik nu ook kaasje. Want ja, wie bedenkt dat nou om kaasje te gaan spelen voor een video? Ik ben echt hopeloos. Sorry Koen, maar het is gewoon zo. Nou, we hebben alweer bijna 300 kaasjes en er zijn ze al. Die kaasjes die stromen lekker binnen. Oh, die vervelende stekels. Nou ja, dan gaan we nu maar eens even een ander personage doen. Milo gaan we doen. Met een vrij groot hoofd. Nou, wel accuraat. Hij lijkt er wel echt op. Eerlijk is eerlijk.
Oh, lag. Hoe kan je nou weer lag hebben tijdens kaasje? Hoe kan dat nou? Kan toch eigenlijk niet? Maar blijkbaar wel. Komt er dat dikke hoofd van Milo? Als je denkt, waar komen al die personages vandaan? Het zijn vooral bankzitters. Dat is dus ook een groep YouTubers. Ik ben ontzettend fan van ze. Ik kijk er best wel vaak naar. Bijna elke video. Mijn zus ook trouwens. Shoutout naar mijn zus. Hij sprong niet. Hij sprong gewoon niet. Nou ja, ander personage. Deze hebben we nu wel gezien. Robbie. Mensen zeggen dat dit personage veel te dik is. Ben ik het mee eens. Ik dacht ook eerst dat hij een snor had. Maar dat is dus zijn mond. Hij heeft gewoon zo'n dikke onderkin. Ik dacht dat die onderkin zijn mond was. Maar dat is zijn onderkin. Wat deed ik nou weer? Jongen, jongen. Nou ja, ik ben bang dat we deze video de 1000 niet gaan halen. Het zou wel leuk zijn. Daar heb ik met ze gesaved met die slide. Mijn broertje die speelt trouwens ook kaasje. Mijn zus speelt kaasje. Mijn vader speelt kaasje. Mijn moeder af en toe. Dus echt iedereen hier zo speelt kaasje. Volgens mij heeft mijn vader ook al aard gekocht van 50.000 kaasjes. Nou ja, dat is dus echt heel erg veel. Ik let even niet op. Ik sprong gewoon volledig. Oh, en er was net een parachute. Heel fijn. Nou ja, we gaan zometeen nog maar even een personage uitproberen. Na dit potje als ik dood ben. Want ik heb volgens mij, naast deze drie, heb ik volgens mij nog één personage. En dat is Slotta. Dat is ook een YouTuber. 100. Precies 100. Nou, lekker. Hup, over de gehaktbal. Want ja, het zijn geen rotsen, het zijn gehaktballen. Ik dacht eerst ook altijd dat het... Oh, hier. Lekker worstbroodje. 200 kaasjes. Kunnen we dan toch nog... In ieder geval 500. Dat zou leuk zijn. Als we de 500 halen, dan ben ik al blij. We hebben nu bijna 300. Volgens mij hebben we deze video nog geen 400 gehaald, hè? Dan gaan we daar in ieder geval voor. We hebben nu in ieder geval 300. Nou, laten we nog even in ieder geval tot de 400 gaan, hopelijk. Spring, hupsakee. Hupsakee. Over de lava. Nee joh! Oh, wat dom. Nou ja, dan kunnen we nog met één personage spelen. En dat is dus Slotta. Je hebt ook nog Bas, Aad en Mark. En je hebt hier ook nog Raoul, Mattie en Priscilla. Maar die kosten allemaal geld. Mark ook. Zonde. Nou ja, Slotta vind ik denk ik een van de fijnste personages om mee te spelen. Klinkt allemaal heel serieus voor dit spel. Het is eigenlijk gewoon een klein spelletje. Maar volgens mij was het wel echt flink duur voor Koentje DNP om hem te laten maken. Maar ik denk wel dat hij er ook nog best wat mee verdient. Dus op zich. Nou heeft hij ook wel geluk dat hij een grote fanbase heeft natuurlijk. Want anders had bijna niemand dit spel gedownload uiteraard. Nou, we zitten alweer op de helft van 300. Ah. Vriendelijk vast hoor, lieve mensen. Hou maar vast hoor. Ja, lieve mensen uiteraard. Dat is echt zijn woordje, zeg maar. Hup, de ronde door. Over de lava heen springen. Eigenlijk slaat dit spel echt helemaal nergens op. Je bent aan het rennen in een vulkaan. Je moet je ontwijken voor de gehaktballen en de spikes. En tonnetjes met spikes en weet ik veel wat. En ondertussen verzamel je kaasjes. Het slaat echt werkelijk waar nergens op. Maar het is wel ontzettend verslavend om te doen. En we hebben 300 en daarmee hebben we nog een parachute gehaald. Dat is even lekker kaasjes sprokkelen. Over de tonnetjes heen springen. Hoppakee. En nu niet weer doodgaan door een domme fout alsjeblieft. 305. Oh, een springglitch. Uiteraard, hoe kan het ook anders? Nou ja, mensen. In ieder geval. Als jullie deze video nou leuk vonden, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Weten jullie nou nog een ander spel dat ik moet gaan spelen?
Zet het dan in de reacties. En like en abonneer. En tot de volgende keer. Joejoe.